Hey guys, gaan natuurlijk wat. Vandaag doen we de Sims 4. Yes, ik ben even. Weet je waar ik was gebleven? Voelde iedereen zich slecht. Dus ik heb eerst even iedereen zich goed laten voelen. Oké, ik heb even wat gedaan. Ik heb even ingevoerd hoeveel slaapkamers en badkamers er zijn. Twee badkamers en drie slaapkamers. Ik vind het zo. Ik vind hem gemoedelijk. Ik heb de handigste gekozen, gemoedelijk. Dus dan is het meer charisma combineren dan deugdheid. Dat vind ik een deugdheid, maar ja. Natuurlijk licht. De kwaliteit van het licht hier maakt schilderijen en fotograferen stukken makkelijker. En zo'n internet voor programmeer, gaming of schrijf. Dan was er nummer 4 die ik zou kiezen, zou deze zijn: de mixologie, handigheid en leren en koken. Maar ja, dit is nu de eigenschap van onze kavel. Geweldig toch? Hoeveel is alle aardbeien in onze koelkast waard? 5000, boem, doei. Duizenden aardbeien zo. Dit is gewoon geld verdienen nu, deze heg. Het is gewoon een heg met goud. Deze heg is gewoon goud waard. Het is een heg vol met goud. Kleine rode stukjes heerlijk goud. Dus nog 5000, who the fuck. Nog 5000. Wauw, we verdienen gewoon pakken met geld. Fuck it, met dit geld ik ga upgraden. Wij kopen gewoon een 13.000 ding. Alles wat we in hebben zitten, gaat dat dan ook weg? Nee toch? Dus wij kopen gewoon een nieuwe mooi ding. Van 14.000. Tron mag ook weg. En dan met dit fucking ding. Koffiezetapparaat. Zeker, dit is lekker. Dit is gewoon nice. Tron, fucking normale gitaar. Jij krijgt een fucking undead konijn. Kijk eens, Sinterklaas komt. En hij heeft een mooi ding. Een mooie witte. Alsjeblieft. Kunnen we ergens een stereo plakken? Want die hebben we nog niet. Gewoon zo'n ding. Gewoon ergens neerplakken. Alsjeblieft. Bang, kan die beter. Zo prachtig. En dan met deze dingen erbij. Open haard, waar kan die? Allemaal rond de Viva Victoriana. Boom. Guusje mag een betere bureaustoel. Heeft haar rood geverfd, nu mag stoel ook rood. Laten we gewoon een bad. En een baddouche. De vloer mag duurder. Fontein uitbreiden. Dat is ooit gewoon als een symbool dat we eindelijk geld hadden. Nu hebben we nog meer geld. We hebben nog niet eens een schoorsteen. Nu hebben we twee. Oké. Dat was huisupgrade. Ja, ga je een nieuwe computer uitproberen. Graaf je een nieuwe gitaar uitproberen, Twan. Goed zo, Twan. En daar wil ik het gewoon bij gaan laten. Wij hebben vandaag onze aardbeien geoogst. En daarmee heel erg veel geld gekregen. En daarmee ons hele huis geüpgrade. En dat vond ik heel erg leuk. Vonden jullie dit nou ook leuk? Smash een like button. Smash ook even een like button als je meer van wilt zien. Abonneer als je meer van mij wilt zien. Reageer wat je de volgende keer wilt zien. En ik zie jullie later. Bye. Bye.